zonnetje in huis. Miss Sunshine. En er hoort natuurlijk ook een ijsje bij. Oh nee, alles is op. Geef niet, want dan teken ik er toch gewoon eentje. Hoe teken je ijsjes? Mag niet ontbreken tijdens de zomer. Je hebt heel veel verschillende soorten. Mijn favoriete, de klassieke. Teken je door eerst de onderkant van een jurkje te tekenen. Dan een boogje. En daaronder een heel lang uitgerekte driehoek. Dan teken je schuine streepjes. En nog een keer schuine streepjes. Zo ontstaat er een ruitpatroon. En dan kun je er kleine mini-wolkjes in tekenen. Dat zijn wel stukjes chocola of nootjes. En je hebt een ijsje. En hoe teken je een ijsje met een hap eruit? Teken je door eerst een boogjespatroon te tekenen. Twee boogjes aan beide kanten. Die verbind je met elkaar. En zoals je ziet wordt dit geen horentje, maar een ijslolly. Daaronder een lange uitgerekte druppel. En door allemaal kleine rechthoekjes te tekenen, ontstaat er hagelslag. En een soft ijsje teken je door eerst een bakje te maken. Die kun je helemaal oppimpen. I love ijs, bijvoorbeeld. Want wie houdt er nou niet van ijs? Dan teken je een hele grote, lange, uitgerekte druppel. Eigenlijk een soort golfje. En daarachter teken je ook nog allemaal kleine druppeltjes. Die achter elkaar verdwijnen. Dan kun je allemaal kleine hartjes erin tekenen of bloemetjes. Nog een paar hagelslagjes. En je hebt een soft ijsje. En ik ben heel erg benieuwd naar jullie ijsjes. Dus heb jij er ook eentje gemaakt? Stuur hem naar me op, hè. Voor meer tips, je weet het. Check de site zep.nl/chill. Teken je leven.